Ik ben Tom Kreuning, ik ben de molenaar van deze molen. Samen met mijn vrouw woon ik hier ook. We willen jullie graag de molen laten zien, maar eerst vertel ik iets over de geschiedenis. In navolging van de succesvolle inpoldering van de Beemster besloten in 1625 enkele rijke heren uit Alkmaar om van het meer de Heerengewaard een polder te maken. Ze wisten toen nog niet wat voor conflicten ze zich op de hals haalden. Rijk zijn ze er niet van geworden. Het nieuwe land bleek, in tegenstelling tot dat van de Beemster, onvruchtbaar. In het begin van de 17e eeuw waren er twee boezempijlen. De boezem wordt gevormd door het water wat uit de polder gemalen wordt. Het pijl van de Schermenboezem lag iets hoger dan dat van de boezem van de Heerengewaard, ook wel de Raaksmaatboezem genoemd. Door het inpolderen van de Heerengewaard verkleinde de waterbergingscapaciteit. Dit gaf problemen met andere polders die ook gebruik maakten van de Raaksmaatboezem. Het bouwen van strijkmolens zorgde voor een compromis. Deze molens konden het water vanuit de Raaksmaatboezem via de Schermenboezem naar de Zuiderzee pompen. Vandaag de dag wonen er meer dan 50.000 mensen in de Heerengewaard. Van de hele grote onderneming om het meer leeg te pompen is weinig meer te zien. Meer dan 40 molens werden er gebouwd, waarvan de meeste verdwenen zijn. Alleen van de 14 strijkmolens zijn er nog 8 overgebleven. 3 hier in Rustenburg. 1 hier, de ambachtsmolen achter Oudorp. En de 4 strijkmolens aan de Hoornse Vaart. Welkom bij strijkmolen D. Die D is er in de 19e eeuw bijgekomen om hem van zijn buurmolens te onderscheiden. Deze molen is in 1627 gebouwd als een van de eerste voor de polder de Heerengewaard. In 1941 kregen de beide boezems, de Schermenboezem en de Raaksmaatboezem, hetzelfde pijl. Dat betekende voor de strijkmolens dat ze overbodig werden. Ze kwamen stil te staan. Een aantal van de werkende onderdelen werd eruit gehaald en de molen fungeerde alleen nog maar als woning. Tegenwoordig kan de molen wel draaien, maar niet meer malen. Om de molen te kunnen laten draaien, moet die eerst van de rem gehaald worden. En de rem heet bij een molen een vang. En ik heb in mijn handen het vangtouw. En als ik aan het vangtouw trek, dan gaat de vangstok die daarboven hangt naar beneden. In de kap gaat de vangbalk omhoog. En dan die vangbalk die zorgt ervoor dat de remblokken die om het bovenwiel heen zitten loskomen. Dat zijn hele grote remblokken, vergelijkbaar met in je auto of op je fiets. En als die remblokken niet meer tegen het bovenwiel aandrukken, dan loopt die vrij en kan de molen gaan draaien. Nu laten we jullie de woning zien. De molen is in 2000 helemaal gerestaureerd. Het jaren 70 interieur is er toen uitgesloopt. En wij bewonen hier nu 3 verdiepingen. Binnen doen we altijd even de klomp uit, anders wordt het vies. Dit is de Hos, ook wel de Hal genoemd. Bij de laatste restauratie in 2000 hebben we de originele indeling weer teruggebracht. En dit is de huiskamer. En dit is de keuken.
Dit is onze eetkamer. Vroeger zat hier het scheprad. Het scheprad schepte het water van de ene boezem naar de andere boezem. Aangezien het peilverschil tussen de beide boezems niet zo groot was, werd het water er als het ware afgestreken. Vandaar de term strijkmolen. Met het scheprad hier binnen in de molen was het wel een natte boel. Dit gedeelte was dus ook niet beschikbaar voor bewoning. Pas in 1817, toen het scheprad werd vervangen door een vijzel die hier nu onder de vloer ligt, kwam de hele benedenverdieping voor bewoning beschikbaar. In de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw heeft hier het gezin Berkhout gewoond. Vader, moeder, 3 zonen, 4 dochters. Ze hebben hier met z'n 9 gewoond. En dit is de eerste verdieping. En zoals je hier kunt zien, is dit de slaapkamer. Hier kun je goed de constructie van het achterkant zien. Het skelet van de molen. Dit is de tweede verdieping. Hier hebben we nog een slaapkamer gemaakt. En van hieruit heb je wel het mooiste uitzicht. Deze bedstee is nieuw. Vroeger sliepen ze beneden op de begane grond in bedsteden. De rest van de molen was leeg. Bij de indeling van molens spreken we van binnen- en buitenkruiers. Dit al naar gelang de plek van waar de wieken van de molen op de wind gedraaid worden. Het draaien van de kap en de wieken op de wind noemen we kruien. De 20 ton zware kap staat los op de molen op houten rollen. En de kap wordt alleen nog vastgehouden door 2 zware kettingen. De bezetketting en de doodketting. Het kruien is een zwaar werkje. Hierbij gebruik je niet alleen je handen, maar ook je voeten. Om zo de kap en de wieken op de wind te zetten. En je hoeft nooit meer dan 180 graden om. Want je kunt of linksom of rechtsom. Het heet krimpend of ruimend, al naar gelang waar de wind naartoe gaat. Er zijn heel veel overeenkomsten met de molen en de scheepsbouw. Heel veel van de oude scheepsbouwers werden later ook molenbouwer. En heel veel termen die ze in de zeilvaart gebruiken, gebruiken we nog steeds in de molenwereld. Bijvoorbeeld als de molen pech heeft of er is iets stuk, dan heet dat ook averij. De kap draait op rolletjes. De kap draait op 64 houten rollen. Hier heb ik er één van. Die zijn aan de buitenkant iets groter dan aan de binnenkant, zodat ze makkelijk de cirkel maken die de kap moet maken. Bij weinig wind moet je alle zeilen bijzetten. Dat betekent dat je op alle 4 de wieken vol zeil gaat voeren.
Maar er zijn natuurlijk ook allerlei variaties van halve zeilen, kwart zeilen, driekwart zeilen. Alles is mogelijk afhankelijk van de windkracht. Ik ga nu nog een zeil voorleggen, zodat de molen twee volle zeilen heeft en twee keer blote benen. En als laatste willen we jullie het molenerf laten zien. Het molenerf hebben we de laatste jaren zo ingericht zoals het vroeger ook geweest moet zijn. In de molens woonden altijd arme mensen die probeerden in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Dit is onze kas. Daar kweken we tomaten en sla. Dit is de boomgaard. Daar hebben we appelbomen, perenbomen, pruimenbomen. Van alles en nog wat. En de bijen zorgen voor lekkere honing. Puur natuur. Aan de schuur zit het kippenhok. Ook frambozen en bramen en de kippen die zorgen elke dag voor lekkere eitjes. We hopen dat jullie een goed beeld hebben gekregen van het leven op een molen. De molens zijn eigendom van de Molensstichting Alkmaar en omstreken en die kunnen uw steun goed gebruiken.